Eike Visbeek, jullie waren vandaag de pechvogel van de dag, denk ik, met het oponthoud van Louis Mijntjes. Hij kwam te voet over de streep. Wat was er aan de hand? Ja, zijn versnelling sloeg met, ik denk, nog 50, 75 meter te gaan in crashmodus. En ja, toen was er eigenlijk geen redding meer aan, dus toen moest hij lopen. En dat is zuur, want hij lag op de 8e, 9e plek, wat ik kon zien. En hij voelde zich goed, dus dat is een gemiste kans voor ons om tijd terug te halen. Reageert hij zelf ook bijzonder ontgoocheld? Ik heb hem net gesproken. Hij is ontgoocheld, maar hij, hij zag ook dat hij goed was. En dat was natuurlijk wel een opsteken, dat hij in orde is. Maar ja, dit is zuur, want je wil eigenlijk elke mogelijkheid benutten om tijd terug te nemen. Maar goed, uiteindelijk, dit is pech. En hij is teleurgesteld, maar ik denk dat hij morgen daar overheen is. Zijn doel was een top 10, nog altijd realiseerbaar? Met deze benen denk ik dat zeker, ja. Oké, dankjewel.